Ik heb mijn verhaal de spagaat genoemd, omdat ik mij in een moeilijke positie bevind. Laat ik daar meteen maar even heel eerlijk over zijn. Ik ben economisch historicus. Ik heb me voor een groot deel van mijn carrière bezig gehouden met de vraag waar economische groei vandaan komt. En hoe dat ontstaat, hoe dat zich ontwikkelt en waarom sommige landen in de wereld daarin succesvoller zijn dan andere landen. En het onderwerp economische groei staat natuurlijk in bepaalde opzichten op gespannen voet met het onderwerp van duurzaamheid. Nou, om een klein beetje mijn geloofsbrieven ook op dat tweede thema af te geven, af te geven. Ik heb me ook met de groene geschiedenis bezig gehouden, met de vraag hoe mensen zich in de loop der eeuwen anders tegen de natuur zijn aan gaan kijken en op een andere manier met milieuproblemen zijn omgegaan. En die twee dingen probeer ik eigenlijk in deze lezing bij elkaar te brengen. En dat levert een beetje een spagaatachtige lezing op, waarin ik probeer u van te overtuigen dat we het hele idee van economische groei niet overboord moeten gooien, omdat we dan daarmee niet natuurlijkerwijze de problemen van het duurzaamheidsvraagstuk opgelost hebben. Dus dat is de grote lijn van het verhaal. Er is een spagaat, er is een probleem, er is een heel groot probleem zelfs, maar ik denk dat de economische groei daar een misschien positievere rol in kan spelen dan u nu denkt. Maar laten we het eerst eens kijken wat het probleem is. Dat is eigenlijk heel eenvoudig, dat zijn wij. De mens is een soort, als we even via de ogen van Charles Darwin naar onszelf kijken. En het grootste probleem van ons is dat we het veel te goed gedaan hebben. Dat we te succesvol zijn geweest in ons aanpassen aan het omringende ecosysteem. Het uitbaten van de mogelijkheden die door zo'n ecosysteem worden geleverd. En dat is een cumulatief proces geworden, waarin we meer geïnvesteerd hebben in onze hersens. Daardoor is de mens eigenlijk homo sapiens geworden, omdat we over een grote verwerkingscapaciteit beschikken. We hebben veel geïnvesteerd in middelen om met elkaar te communiceren. We zijn een heel sociaal wezen, altijd geweest, maar steeds socialer. En die sociale verbanden zijn steeds complexer geworden. En die formule, de formule van de homo sapiens is zo verbijsterend succesvol geworden dat er nu veel te veel mensen zijn. Normaal gesproken, als je ons vergelijkt met de andere primaten, dan zouden er misschien een paar honderdduizend homo sapiens ergens over de vlakte in Afrika rondlopen en misschien ook nog andere in andere werelddelen. Misschien een paar miljoen, dat zou ons natuurlijke maximum zijn geweest. Maar we zijn daar doorheen gebroken. Wanneer precies doet er nou even niet toe. Dat is eigenlijk in een aantal etappes gegaan. En we hebben steeds meer slimmere methoden gevonden om ons te reproduceren. In het hele denken van Darwin is dat de essentie van een soort. Je reproduceert je en naarmate je fitter bent, naarmate je beter aangepast bent aan de omgeving, doe je dat op een meer succesvolle manier. En we zijn gewoon daarin te goed geslaagd. Dus het is een successtory. Dat is de essentie zoals ik het in alle eenvoud zou willen voorstellen. Een succesverhaal van de mens als soort. En dat dreigt nu ja, eigenlijk het hele evenwicht op wereldschaal, dat hoef ik u allemaal niet meer te vertellen na deze lezingencyclus, te doorbreken, te verstoren. Daarbij denk ik dat het handig is om twee megaproblemen te onderscheiden. De afnemende biodiversiteit. Maar dat is eigenlijk niet iets nieuws. Dat kan je als historicus u ook voor waarschuwen. Het feit dat we soorten verdwijnen gebeurt al 40.000 jaar. De eerste mensen die uitzwermden over de Amerika's, over Australië en andere delen van de wereld die out of Afrika kwamen, de eerste homo sapiens, begonnen op tamelijk massale schaal daar allerlei soorten uit te roeien. Dus die mega-extinctie waar de mens 40.000 jaar aan geleden is begonnen, duurt nog steeds voort. En er is ook moeilijk aan te wijzen dat er in die geschiedenis van de mensheid een periode is geweest van de afgelopen honderdduizenden jaren waarin er een soort
natuurlijke harmonie bestond tussen de mens en zijn omgeving. We zijn eigenlijk altijd al een tamelijk, je zou kunnen zeggen, agressieve soort geweest voor ons ecosysteem. Dus dat probleem van de biodiversiteit is een heel oud en langdurig probleem. En het andere is natuurlijk dat we erin geslaagd zijn om energiesystemen zodanig te reorganiseren. We hebben het vuur uitgevonden en bemeesterd. We hebben de landbouw uitgevonden, zo'n 10.000 jaar geleden. Ook dat is een revolutie in het energiesysteem. En vervolgens hebben we de industriële revolutie uitgevonden. De stoommachine, de steenkool, olie en andere bronnen van energie aangeboord om eigenlijk een hele nieuwe energierijke, energieverspillende economie op te zetten. En die verschillende doorbraken hebben steeds meer geleid tot verstoring in het ons omringende ecosysteem. Dus heel, heel simpel gezegd, we zijn te succesvol met elkaar geweest en er zijn eigenlijk twee problemen. Er zijn te veel mensen. Niet omdat ik niet van de mensen houd, maar gewoon, er zijn er gewoon ontzettend veel. We groeien toe naar 9 miljard mensen op deze aarde. En dat is heel veel. Dat is misschien, dat is dus, als je dat vergelijkt met ons natuurlijk maximum van 2 miljoen of iets dergelijks, is dat dramatisch veel. Dus dat is het eerste probleem waar we over moeten nadenken. En het tweede is dat we een veel te groot beslag leggen op hulpmiddelen, op dat ons productie- en consumptieniveau niet duurzaam is. En die twee verschillende problemen, om gelijk vanuit de geschiedenis door te stomen naar deze problematiek, die vragen om verschillende antwoorden. Het eerste probleem is dat van de overbevolking. Ja, dat overbevolking, heel veel mensen in ieder geval. Daar wordt natuurlijk aan gewerkt. We weten allemaal dat als we ons alleen maar in darwinistische termen zouden gedragen, dan zou de menselijke bevolking steeds meer verder groeien. En het is eigenlijk in zekere zin een paradoxaal wonder dat geleidelijk aan, na die industriële revolutie, er een eind gekomen is aan die bevolkingsgroei. Als je die curves daarvan bekijkt, dan is er rond die industriële revolutie is er een enorme versnelling, vindt dan plaats in de bevolkingsgroei op wereldschaal. Maar de laatste 50 jaar is die bevolkingsgroei aan het afnemen. Begin jaren 60 groeide de bevolking op wereldschaal nog met bijna 2% per jaar. En dat is nu beneden de 1% per jaar. En dat is niet het gevolg van de natuurlijke mechanismen waarop meestal bevolkingen gereguleerd worden. Dus als je weer vanuit dat darwinistische denken daar tegenaan kijkt, dan, of van de logica van de natuur daar tegenaan zou kijken, dan zouden de natuurlijke mechanismen die bevolkingsgroei tot een staan brengen zijn honger, ziektes, epidemieën, een gebrek aan bestaansmiddelen en dergelijke meer. Maar het feit dat de bevolkingsgroei nu afremt, geleidelijk aan tot stilstand komt, als alles goed gaat, heeft niks met massasterfte en een dalende levensverwachting te maken. Integendeel. Het is zo dat het juist het gevolg is van de welvaart die ontstaan is. Simpel gezegd, arme mensen hebben veel kinderen nodig om voor hen te zorgen als ze oud worden. En rijke mensen moeten heel veel investeren in hun kinderen, want die moeten veel opleiden. Kinderen kosten dan relatief veel. Dus de balans tussen de opbrengsten en de kosten van kinderen, om het een beetje economisch te benaderen, verandert in de loop van het ontwikkelingsproces. En naarmate dat ontwikkelingsproces zich verder voortzet, de economie verder groeit, zie je dus als een soort natuurlijke reactie daarop dat de bevolkingsgroei tot stilstand komt. Het zijn de rijke landen waarin dat het in eerste instantie gebeurt. En in de arme landen, denk aan Afrika of landen als Haiti of Bangladesh, daar komt die bevolkingsgroei nog lang niet tot stilstand. Dus als je heel veel mensen ziet als een van de kernen van het duurzaamheidsprobleem, dan moet je je vooral zorgen maken over de armoede in de wereld. Want de armoede zorgt ervoor, Afrika is natuurlijk het standaardverhaal, dat bevolkingsgroei doorgaat. En dat er steeds meer mensen komen die een steeds groter beslag op de natuurlijke middelen om hen heen leggen. En de oplossing voor het bevolkingsprobleem is het bevorderen
daar kom ik dus weer met mijn economische groeiverhaal voor de dag. Het bevorderen van economische groei in Afrika of in andere landen die nog steeds arm zijn. En als je de economische groei, als je de bevolkingsgroei uiteindelijk tot stilstand wil laten komen, dan kun je niet de economie gaan stilleggen. Want dan bereik je dat effect niet. Dus de paradoxale uitkomst in zekere zin van, als je nadenkt over dat eerste probleem, we zijn heel erg succesvol, er zijn heel veel mensen gekomen, dan kun je dat eigenlijk alleen maar langs natuurlijke weg oplossen door verder voor de oplossing van het armoedevraagstuk te strijden. Dus er wordt vaak wel een spanning geconstateerd tussen het armoedeprobleem en het duurzaamheidsprobleem, maar ik denk dat dat een oppervlakkige analyse is. En als je werkelijk de duurzaamheidsproblematiek wil oplossen, dat je dan misschien wel al in eerste instantie naar de armoedeproblematiek moet gaan kijken en naar de regio's in de wereld die zich daar niet uit te weten te ontworstelen. Dus mijn simpele conclusie daar is, er is geen spanning eigenlijk tussen economische groei en demografische ontwikkeling. Als je de bevolkingsgroei tot stilstand wil laten komen, kun je de economische groei niet afschaffen. Het tweede probleem is veel lastiger in zekere zin. Want omdat we weten, als de huidige trend zich voortzetten, dat die bevolkingsexplosie over 40 jaar of daaromtrent ongeveer tot stilstand zal zijn gekomen. Daarmee is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. Maar is het misschien wat meer hanteerbaar geworden. Het tweede probleem, ik vergeet de hele tijd door te schakelen, geloof ik. Hè? Ja, waar zitten we ergens? Dat krijg je als je door je eigen verhaal te veel meegenomen wordt. Het tweede probleem is ons duurzame gedrag. Onze onvriendelijke omgang met de natuur om ons heen. De grote ecologische voetafdruk die wij achterlaten. Daar kun je ook op verschillende manieren tegen aankijken. Als je dat weer in lange termijn perspectief bekijkt, hoe mensen in het verleden tegen de natuur aankeken bijvoorbeeld, dan kun je ook zeggen, er is heel veel vooruitgang geboekt, zeker in het rijke Westen. 100 jaar geleden werd de Nederlandse samenleving, om dicht bij huis te blijven, gekenmerkt door een vrijwel genadeloze vervolging van alles wat maar leefde of groeide. Ik ben zelf een beetje een vogelaar, dus ik heb me ook verdiept in hoe gingen mensen in het verleden met vogels om. En 100 jaar geleden werd alles eigenlijk wat vloog, werd opgegeten als het ook maar enigszins in de buurt kwam. En daar werden allerlei trucjes voor bedacht, vinkenbanen waar, langs de duinen, waar dan de vinken neerstreken tijdens de trek. En dan ging er een klapnet eroverheen. Of eendenkooien, ook een truc om eenden te vangen. Dus mensen hadden heel veel verschillende manieren ontwikkeld om op alle denkbare wijze te profiteren van de natuur om zich heen. En daar waren weinig morele remmingen, kwamen daarbij kijken. De natuur was iets wat je kon opeten, bij wijze van spreken, en wat je kon ten eigen bate kon benutten. En de romantische manier waarop we tegenwoordig tegen de natuur aankijken als iets wat we moeten beschermen en mee moeten omgaan omdat het iets waardevols is op zich, is een tamelijk recente ontwikkeling. Dat is iets, dat is in de romantiek bij enkele schrijvers en dichters en dergelijke begonnen. Misschien heeft het nog iets diepere wortels, maar als algemeen gevoelen van zo gaan we om met de natuur om ons heen, is het een hele recente ontwikkeling. Nou, dit zijn een aantal zaken die ik samen met Wieber Versteeg in de groene geschiedenis van Nederland uit de doeken hebben proberen te doen. Hoe is de mentaliteit van mensen veranderd in de loop der eeuwen en vooral in de loop van de afgelopen 100 jaar? Dan kun je een op- en neergang van de natuur- en milieubeweging constateren. Zo tussen 1890 en 1920 bijvoorbeeld gaat het erg voorspoedig, met er ontstaan nieuwe bewegingen, natuurmonumenten, vogelbescherming. Die krijgen ook meer
aanhang. Maar er zijn in perioden van economische neergang hebben ook dat soort bewegingen het heel lastig. En het lijkt erop, zoals we op dit moment met de financiële crisis en de tegenslag die de economie weer lijkt te hebben, ook een crisis in de natuurbescherming, de milieubeweging lijken mee te maken. Het lijkt erop alsof daar eenzelfde golfbeweging zich in voordoet. Dat als het goed gaat met de economie, het ook goed gaat met de natuurbeschermingbeweging. En dat de mentaliteit op dat punt in ogen van velen juist de richting zich ontwikkelt. En als het slecht gaat met de economie, als de werkloosheid toeneemt, ja, dan is de economie het enige wat telt. En dan maakt men zich minder druk om bescherming van de natuur. Het is leuk dat je ook, een van de dingen die ik heel graag doe, is dingen meten. Het is zo'n iets als de mentaliteit verandert omdat er economische voorspoed is en verandert niet in tijden van economische stilstand. Dat is iets wat je zou kunnen meten aan de hand van de ledenaantallen bijvoorbeeld van natuurmonumenten die in 1905 opgerichte vereniging. En daar kun je over een lange periode volgen de ups en downs eigenlijk van de natuurbeweging of de natuurbescherming en meer in het algemeen de milieubeweging. En als je dat doet, dan blijkt inderdaad dat die in de jaren 30 en de jaren 40 dat het stagneerde, dat het in de jaren 80 toen het slecht ging met de economie, dat het stagneerde. Maar dat het als men rugwind mee heeft van het economisch getij, dat het goed gaat met die bewegingen. En dat kun je dan in zo'n grafiekje wat u daar ziet weergeven. Er bestaat een heel sterk positief verband tussen het aantal leden van natuurmonumenten en economische ontwikkeling. Dus de simpele boodschap, misschien wat te simpele boodschap, is als je wil dat de mentaliteit van mensen ten opzichte van de natuur en het milieu zich in gunstige zin gaat ontwikkelen, dan is die kans groter, is die kans aanzienlijk groter als de economie goed functioneert, als er geen werkloosheid is en als men het gevoel heeft van, nou dat is wel geregeld, nou kunnen we ons met andere zaken in het leven bezighouden. Een andere manier om dat te verwoorden, en dat is natuurlijk niet aardig, maar het lijkt er wel een beetje op, is dat natuur een soort luxe product lijkt te zijn, of in ieder geval lijkt te zijn geweest. Dus als men zich kon permitteren, dan nam de vraag naar natuur en milieubescherming toe. En als het tegenzat in de economie, dan nam die vraag niet toe. Ik heb er al gewezen op die golven in de natuurbescherming en de milieubeweging. De jaren 60 en 70 is zo'n tweede golf die ook samenhangt met het gunstig economisch getij in die periode. En wat dan mogelijk is, en wat we zeker vanaf de jaren 60 gezien hebben, is dat dat op zekere hoogte een ontkoppeling plaatsvindt tussen milieuaantasting en economische ontwikkeling. Dat wordt ook wel de groene Koesnetscurve genoemd. Dat in de eerste fase van economische ontwikkeling, dat de stress, de negatieve effecten die je op het milieu hebt, sterk lijken toe te nemen. Maar dat in latere fase van economische ontwikkeling, dus eerst heb je een opgaande lijn in zekere zin, als je stress aan het meten bent op de natuur en het milieu. Maar in latere fase van economische ontwikkeling kan er een ontkoppeling plaatsvinden, omdat mensen zich bewuster worden van de negatieve effecten van economische ontwikkeling, dat die mentaliteit aan het verschuiven is en dat geleidelijk aan, dus die stress op de en economische ontwikkeling aan het ontkoppeld kan worden. En daar is een hele grote literatuur over. Bestaat die ontkoppeling nou of bestaat die niet? De Wereldbank heeft daar, wat is het alweer, 15 jaar geleden of sterk zo'n uitvoerige studie aangeweid, waarin men tot nogal optimistische conclusies kwam. Tegenwoordig wordt daar wat genuanceerder over gedacht. Maar het toont aan dat in ieder geval op nationale schaal bepaalde milieuproblemen op deze manier controleerbaar kunnen worden of hanteerbaar kunnen worden. De diepe milieuschade die Nederland in de jaren 60 en 70 opliep door versnelde industrialisatie na de oorlog, is geleidelijk aan weer wat teruggedraaid en gecompenseerd. En delen van het milieu zijn daardoor schoner geworden. Of dat helemaal klopt, dat
is natuurlijk onderdeel van discussie, maar voor een landje als Nederland kun je daar misschien een beetje optimistisch over zijn. Het fundamentele probleem, daarbij zijn we daar nog steeds, ja, is hoe organiseer je dat op wereldschaal? Dus zo'n ontkoppeling kan misschien in ons kleine Nederlandje en de Zweden en de Nooren zullen het ook misschien nog wel lukken. Maar hoe organiseer je zoiets nou op wereldschaal? Hier in Nederland is die milieubeweging voor een deel ingegroeid in de sociaal-politieke verhoudingen. Maar op wereldschaal zijn deze problemen veel lastiger hanteerbaar. En hoewel er een paar successen geconstateerd kunnen worden, zijn die toch lang niet groot genoeg om er optimistisch van te worden. Mijn spagaat heb ik u nu uitgelegd. We hebben groei aan de ene kant nodig om het probleem van de overbevolking of te snel groeiende bevolking, om dat hanteerbaar te maken, om daar een eind aan te maken. En we hebben groei misschien ook nodig om die mentaliteitsverandering richting meer respect voor de natuur en voor het milieu, om dat mogelijk te maken. Op de slide staat ook, is misschien een beetje kort door de bocht, maar en daar zijn vele nuances mee aan te brengen. Maar goed, dat is een manier om er misschien tegenaan te kijken. Maar er zijn toch ook een aantal fundamentele problemen. Waarom voelen we ons nou allemaal kip lekker als het economisch goed gaat? Als het CBS ons vertelt dat er 2% groei is of 3% groei is. Waarom heeft dat zo'n enorm effect op onze collectieve mentaliteit? Meten we wel op de juiste manier waar we wat werkelijk relevant is voor onze welvaart, ons welzijn? Ik ben iemand die heel veel studies heeft gemaakt van GDP of BBP, dus de totale productie in een economie. Maar het is maar een heel beperkte maatstaf van het welzijn van de bevolking. Verdelingsvraagstukken zitten daar niet in, maar ook de negatieve effecten op de omgeving zitten daar niet in, om maar eens een paar zaken te noemen. Dan worden er wel pogingen gedaan en daar is de laatste tijd ook dankzij Sarkozy's rapport veel discussie over, om alternatieve maatstaven te verzinnen die niet de nadelen hebben van die focus op materiële productie die inherent is aan dat nationaal inkomensconcept. Maar de alternatieven die daarover de revue passeren zijn niet zodanig dat je daar heel optimistisch van kan worden. Het alternatief wordt dan gezegd, we moeten een groot aantal maatstaven gebruiken. En in een bepaald rapport wordt zelfs gezegd, 300 maatstaven kunnen we nu hanteren om de ontwikkeling van een samenleving te gaan evalueren. Maar zo werkt het natuurlijk over het algemeen niet in de praktijk, dat je op basis van 300 criteria een samenleving kunt bijsturen. Dus ik denk toch dat we toe moeten naar een soort vervanging van dat BBP, die beter weergeeft wat werkelijk relevant is, zeker op het niveau van welvaart waar we nu mee zitten, wat we nu gerealiseerd hebben, maar wat ook richtinggevend kan zijn voor economisch beleid in zijn breedte. En een daaraan gekoppeld probleem is, ja, moeten we eigenlijk niet naar een soort plafond toe? Ik ben ook iemand van de jaren 60, het idee van, ja, toen groeiden de bomen al de bos tot in de hemel. Wanneer is het een keertje genoeg? Wanneer kunnen we nu met elkaar besluiten dat er een eind kan komen aan onze toename van de welvaart? Maar kunnen we echt plafonds bereiken of moeten we ons neerleggen bij het idee dat we toch collectief met elkaar steeds slimmer worden, dat er een onstuitbare technologische ontwikkeling gaande is en omdat we willen blijven werken, misschien is dat wel de allerbelangrijkste reden, zullen we ook steeds meer blijven produceren. Dus daar ligt een groot debat. Kunnen we echt in technologische ontwikkeling stopzetten? Dat lijkt me niet mogelijk. Kunnen we het zodanig sturen dat het in de richting van
de duurzaamheid zich zal ontwikkelen. Dat is een veel waarschijnlijker scenario. Maar dat we daarmee een absoluut plafond zullen kunnen realiseren of bereiken, lijkt me minder waarschijnlijk. Ik heb u geen romantisch verhaal verteld. Sommige geschiedenisverhalen over duurzaamheid zijn tamelijk romantisch in de zin dat er een soort paradijs wordt geschetst waarin er nog harmonie bestond tussen mensen en hun omgeving. En dat volgt natuurlijk, dan gebeurt er iets, een industriële revolutie of een wetenschappelijke revolutie of de uitvinding van de landbouw. Dat in de verschillende verhalen is dat vaak een andere type zondeval. En vanaf dat moment gaat het bergafwaarts met de mens. Ik denk dat de geschiedenis niet zo in elkaar zit. Er is eigenlijk nooit een echt harmonische relatie geweest tussen mens en natuur. We zijn gewoon een soort die, net als alle andere dieren, ook zijn spullen niet opruimt als er iets gebeurd is. Leidt tot een zekere nuchterheid misschien in het aankijken tegen de milieuproblematiek. Een teruggang naar een soort paradijselijke toestand waarin we een natuurlijke harmonie hadden met onze omgeving is denk ik niet iets wat je kunt verwachten gezien al deze ontwikkelingen. We zullen op een of andere manier de toekomst moeten vormgeven op een manier die rekening houdt met onomkeerbare processen als bevolkingsgroei, technologische ontwikkeling en wat iets meer zij. Ik denk dus dat er een heel nauw verband is tussen armoedeproblemen en milieuproblemen. Eigenlijk is er niets zo smerig als u wel eens in een ontwikkelingsland bent geweest, waar echte armoede heerst. Eigenlijk is er niets zo vuil en zo onwaardig in zekere zin, ook voor de omgeving, als echte armoede. Echte armoede is niet iets wat leidt tot een vanzelfsprekende duurzaamheid, is iets wat leidt tot grote milieuvervuiling en grote milieuproblemen over het algemeen. Dus een soort terugtocht is er niet. We zullen vooruit moeten en we zullen de economische problemen ook moeten aanpakken voordat we als we ook de duurzaamheidsproblematiek te lijf willen gaan. Die milieubeweging kan dus ook niet zonder de economie. En we moeten tevens, zoals ik al aan het eind gesteld heb, nieuwe concepten verzinnen, ontwikkelen, die een vervanging zijn van de huidige concepten waarmee we de economie in kaart brengen, zodat er op een betere manier gestuurd kan worden richting een duurzame samenleving. En daar wilde ik mijn verhaaltje over, mijn spagaat, maar eventjes bij laten. Dank u wel.